EPP-patiënten krijgen pijn door licht. En dat is vooral van zonlicht. Patiënten kunnen gemiddeld een kwartiertje in de zon, maar blijven ze daar langer in, dan krijgen ze pijn. En die pijn duurt dagen. Daarna moeten ze in de kou of in elk geval in het donker verblijven om te herstellen van deze pijn. Ik ben Irene Lam en ik lijd aan de zeldzame stofwisselingsziekte EPP. En dat houdt in dat ik ongeveer 10 minuten per dag in het directe daglicht kan verblijven. De persoonlijke gevolgen die ik hieraan ondervind zijn dat ik heel veel binnen moet zitten. Mijn huis is als het ware de gevangenis. En pas 's avonds als het donker is kan ik de gevangenis verlaten. Vandaag krijgen wij Scenesse toegediend, waardoor we in plaats van 10 minuten 2 uur per dag in het daglicht kunnen. En we kunnen eindelijk naar buiten treden. Deze patiënt met de EPP ga ik nu behandelen met een nieuwe behandeling. Dit is al getest in wetenschappelijk onderzoek en blijkt te werken. En ook in andere landen blijkt het heel goed effect te hebben. Het verandert het leven van EPP-patiënten. Wat ik ga doen is ik plaats een implantaat. En het geneesmiddel in dit implantaat zorgt ervoor dat de huid beter tegen licht kan. Het is veilig gebleken en zeer zeker heel effectief gebleken. Patiënten kunnen hiermee hun huis uit en meer dingen ondernemen. Dit is voor mij persoonlijk de reden waarom ik ooit dokter heb willen worden. Dit is wat je wil: de kwaliteit van leven verbeteren voor patiënten. We kunnen eindelijk naar buiten treden.